Ik ben er al vaker voor gevraagd, maar ik had nooit eigenlijk tijd. En dit was ja, een leuk concept voor een goed doel, dus waarom niet? Eind 2006 werd ik ziek, kreeg ik een virusinfectie. En die virusinfectie is uiteindelijk op mijn hart terechtgekomen. Dat heeft tot een ontsteking geleid en dat noemen ze myocarditis. En mijn hart functioneerde niet meer. En dat hebben ze een jaar later moeten vervangen door een nieuw hart. Dus ik heb een harttransplantatie gehad. Ja, zoals je nu hebt. Je ziet een man die rent over straat of over een landweg en dan duikt hij het water in met fiets en al. En dan zwemt hij naar de overkant. En dus je begrijpt eigenlijk niet precies wat er aan de hand is. En dan, dan wordt het goede doel onthuld en dat is dat je donor moet worden. Vlak voordat ik ziek werd, kwam triathlon in mijn leven. En ik had mezelf ten doel gesteld om in 2010 een hele triathlon te gaan volbrengen. Ik had wat moeite in eerste instantie om mijn lichaam weer te vertrouwen. Maar na een periode van 2 jaar ongeveer was dat vertrouwen zo groot dat ik dacht van ja, ik moet niet meer denken in belemmeringen. Ik moet denken in wat ik nog wel kan. En volgend jaar staat de hele triathlon dan eindelijk op het programma. We hebben een uitgebreid stuntteam. Dus het is, omdat ik over 2 weken een belangrijke wedstrijd heb, ja, kan ik niet de risico's nemen die ik misschien wel zou willen doen als ik dat niet had. Maar hij zit zich de manmoedig doorheen. Hij heeft allerlei schaafwonden en hij moet zo nog het ei induiken. Dus petje af voor hem hoor. Hij is fanatiek bezig. Dick is natuurlijk een grootheid binnen de filmindustrie. En dit is voor het eerst dat hij zich met een commercial bezighoudt. En hij helpt mij ook hier om het optimale voor de commercial op beeld te krijgen. Ik schaam eigenlijk ook dat ik nog steeds geen donor ben, weet je. En dan ga ik ook na deze spot ga ik er ook eens over nadenken. En zeker ja, als je dood bent, wat heb je dan nog aan die nieren, weet je wel. Dan staan ze dan af.